Ja, gewoon even lekker in de Jumbo. Want dat vinden jullie leuk. Deze nieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Samen met mijn man Roderick Staalman van de Werf vloggen wij elke dag. En het is vandaag zaterdag 5 oktober. Het is nou net 3 uur. Ja, Roderick had al de hondjes voor me uitgelaten. Kon ik nog even lekker uitslapen. En ik heb een idee met mijn haar, maar dat komt wel weer goed. En ja, voor de rest, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, gewoon even lekker in de Jumbo. Want dat vinden jullie leuk. Dat we gewoon lekker even gaan shoppen. Dus dan doe ik dat maar. Alleen ik moet de beveiliging maar niet in beeld brengen. Want dat is ook voor hun eigen veiligheid. Dus dan moet ik even kijken of hij net in beeld was. Even kijken. Ja, maar ik vind toch een hele hoop lekker, maar ik moet even kijken wat ik ga halen. Dus even kijken. Want hier heb ik wokgranalen. Dat is erg lekker. Roerbakgranalen, knoflook, vind ik ook wel erg lekker. Dat is nou de 5e, oké, ja. Ik was even aan het rekenen, mensen. Gamba's, ja. Ik voel niet echt helemaal denderend, gamba's. Dus ja, allemaal lekker wokgranalen. Alleen ik weet niet hoe duur die zijn. Erg handig. En waar mijn man is, weet ik niet. Waar Ro is, mijn man. Mijn man. Het zal wel waar hij is, geen idee. Ik wil namelijk weten hoe duur deze is. Hoe duur deze granalen is. Roderick, die heeft namelijk de scanapparaat. En ik namelijk niet. Ik moet even kijken waar die is. Waar die is gebleven. En het is hier een beetje zo groot. Hè? Waar is mijn man? Ik ga vooral even opzoeken. Want ik wil even weten hoe deze granalen zijn. Maar Joost mag het weten waar die is. Ah, kijk, daar was je. Hey. Wil je even kijken hoe duur deze is voor mij? Oké, okay, 5 euro. Deze, want hier, wat is er? Ja, geen probleem. Nee, deze kostte 5 euro, dus daar wil ik nog even één. Nou ja, gewoon even, want nee, was even hier namelijk, schat. Bij de vis. Vind ik even lekker. Hè? Die heb ik weggegooid. Was dat voor jou dan? Ja, mijn briefje. Oh, sorry. Ik wist het nog niet in de plak. Oh, sorry, ik dacht dat hij er al bij deze kar hoorde. Sorry. Weet je waar ik hem meer in heb geknald? Nee. Waar jij dus de en de bananen aan het afwegen waars? Daar dus. Ik blijf wel even hier, ja? Weet ik veel. Dat is dus geen communicatie tussen ons. Ook erg handig, niet? Nee, en dat is dus 5 euro. Vind ik ook alweer een beetje duur. Maar, ja. Maar voor zo af en toe, of dat ik deze neem, die is, even kijken, mag ik niet liggen. Deze is 175 gram en deze is 200 gram, dus dat scheelt weer een hoop. Schat, deze is dus 200 gram, ja, en daar zit kwalitatief meer in dan hierin. En dit is 175 gram. Ja. Voor 4,50. Ja. Dus en, 50 cent meer. 50 cent meer en ik heb dit. Ja. Dus dan heb ik toch weer een winst, of niet? Dat denk ik. Dat dacht ik ook, ja. Huh? 50 cent. Ja, daarom. Ja, 175 gram is dat. En dit is 200. 25 gram. Ja. Dan krijg je 50 cent en dan ben je er meer. Ja, nou daarom. Dat is toch meer winst dan qua eten? Niet. Daarom.
De? Maar jij bent daar heel erg snel in. Met reken ik niet hoor. Jij wel. Maar ik ga sowieso vloggen met wat ik ga maken vanavond. Ja, ik ga vloggen. Is leuk. Ja, en dan mag hij lekker kibbelen en kibbeling eten. Maar dat vind ik toch niet leuk. Waarom loop je al met die kant op? Of ga je brood halen? Oké, dan loop ik zo. Ja? Mooi. Ik loop even zo. Want ik wil van die andere lekkere dingetjes hebben. Die had ik laatst bij Vaten gehad. En dat vond ik wel erg lekker. Lekkere dingetjes. Ik ben heel slecht momenteel. Even kijken. 3 voor 5 euro. Deze is lekker. Sowieso. Dit zijn kleine garnaaltjes. Ja. Kijk, en Ro houdt daar niet van. Maar ik wel. Lekker voor mezelf. Ik ben heel slecht hoor, momenteel. Kaatspek met roomkaas. Zalm met roomkaas. Mensen. Oh. Nee hoor, maar. Garnalen met knoflook. Wat hebben we nog meer? Staat een beetje bol mensen. Schat. Lekker. Deze zalm is sowieso van mij. Zalm. En gerookte zalm met roomkaas. Een beetje vaat na doen, hè, vanzelf, hè. Katerspek met roomkaas, en die vind je wel lekker, denk ik. Even kijken. Met die tortilla's, vond je dat ook lekker? Nee? Oké. Nee, jij vindt nooit wat lekker. Jongen. Maar dat was toch een soort van pesto, had ze. Ja. Was dat dit? Dat lijkt er wel op, hè? Lijkt het wel. Nee, nou, dan ga ik het wel lekker doen. Kaaspret, groene pesto. Met trulia's, toch? Was dat? Hebben ze geen worstjes meer? Nee. Wil je kijken of ze nog lekkere worstjes hebben? Of zo? Maar deze vind... Ja, maar dan kan ik betere eieren maken. Wat ben je ook een oen ook, hè? Dit wordt gewoon een vlog met alleen maar winkels. Nou ja, alleen maar Jumbo. Bijna 7 minuten. Ben ik ook erg, mensen. Ik ben echt erg. Ik ben momenteel heel erg. Schat. Oh, daar is mijn mot. Leverworstplakjes. Oh, dat is gewoon leverworstplakjes. Nou, die hoef ik niet te hebben hoor. Nee. Schat, en jij hebt nog wat te goed, hè? Dat is 3 voor 5 euro, hè? Dan haal ik deze nog lekker erbij. Haha, voor mezelf ook. Dan heb ik lekker 2. Dan ben ik toch weer goed, hè? Ook voor mezelf. Ja, ik ben gewoon goed. Zeg ik het lekker zelf. Maar ze hebben hier ook geen kaas om te proeven. En ook, had je al worst? Nee, dat zeg ik. Oh, even kijken of ze worst hadden. Eens even kijken. Die worst die we laatst hadden. Maar ik weet niet welke wij hadden. Want Rodi had het continu. Maar Boppie. Ik krijg een beetje last in mijn arm even. Schat. Bekje roepen. Welke worst hadden wij het laatst? Of ligt hij er weer niet tussen? Want die worst die jij laatst hebt gehaald, die vond ik niet lekker, maar daarvoor weer wel. Maar die ligt hier dus niet tussen, blijkbaar. Ja, maar dat is zeker met... Nee,
Die en die vind ik niet lekker, dat weet je. Die jij laatst hebt gehaald, dat is zeker bij en bij de Hoogvliet, of niet? Die je laatst hebt gehaald, of was dat ook hier? Dat die en die allerlaatste vond ik niet lekker. Nee, dat was niet hetzelfde van. Maar ik ga sowieso ook Tante Gerry vragen voor Seelspek. Want dan gaan we maar volgende week ook even daar maar naartoe of zo. Hey? Een zondag of zo, want anders gaan we bijna verhuizen. Hè? Dat bedoel ik. Nou, koud even hierbij. Ja, dat is weinig. Tjoen, ja, doei. Dit is mijn inkopen. Voor de hondjes, voor de katjes. Dit is voor mij. Dit is voor mij, dit is voor mij. En dit is voor Ro. En Ro gaat lekker in opladen. Ja, hij eerst en dan ik eerst. Oh. Of ik eerst, of jij eerst. Wie? Huh? Oh ja, je gaat ja. Zwaar ook. Wil je dan eventjes op? Zet hem even hier dan gewoon neer, op daar neer. Ja, dan kan ik. Ja, en Ro is dat kwijt. Ro is dat kwijt. Ja. Zit. Ja, tot zo. Gaat me wel lukken, dacht ik zo. Wat een goed idee. Zo. Die is voor mij. Die heb ik gekocht. Die is voor de katten. Dus die is lekker voor mij. Die is lekker voor mij. Die is lekker voor mij. Die is voor mij. Die is voor de hondjes. En die is voor de katten. Is gedaan. Rodi loopt achter mij. Zoals je wel kan zien. Wendy heeft een beetje pijn. Dus wanneer die wil leunen. Maar ik wil eens even kijken hoe ver we hier overal zijn. En ik wil ook soms even sneaky. Een kleine sneak preview pakken. Als dat enigszins kan. Mag wel eens niet. Maar even kijken. En bij de andere wc's daarbij. En bij de Jumbo om de hoek. Dus dat ga ik sowieso even doen. Oh, ik denk niet daar eens even. Want ik denk niet dat het mag. Maar. Ik ga het gewoon proberen. Ga je maar even checken, ja. Kijk, dat zeg ik. Ro die heeft pijn. Dat wel hier mooi hoor, schat. Hey, enigszins. Hey. Dat is heel mooi. Denk er dan niet. Nee. 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 Er zit nog geen stroom in. Nee. Waarom moet op en aan de Jento? Weet je wat ik trouwens leuk vind? Bij de Hans Anders hebben ze een hele mooie luik. Achter je. En er is geen rolluik. Maar een andere luik. Moet je maar achter je kijken. Hans Anders. Hele aparte luik. Maar die heeft ook, en ook de T-Mobile. Kom maar. Schat, kom maar. Ja, meneer is want dat er gaat. En net een vrouw. Die is sloom. En ik ben lekker van te snel. Kijk, bij de T-Mobile. Want hier hebben ze gewoon een normale rolluik. Bij de T-Mobile ook geen normale rolluik. Daar komen alweer twee winkels, maar wat voor winkels weten we niet. Het is wel lekker rustig zo, moet ik zeggen. Zonder al die andere mensen. Maar je mag, we kunnen nog wel even kijken, maar we mogen niet met de winkelwagen de fris in. Kan even hier gaan zitten? Nee. Ja, dat kan allemaal, maar. Hè? Ro, ik wil even. We doen dit samen. Kijk,
Kijk eens, daar is lekker. Moest kijken hoe rustig het hier nu is. Heerlijk. Nou, volgens mij zijn jullie nou niet open hoor, Vodafone. Het lijkt me heel stug. Dat ze nou open zijn. Oh. Ja, I know. Alleen even kijken. I know. Even kijken hoe ver we zijn. Mevrouw, ze zijn dicht. Maar ik wil alleen even kijken. Kijk, daar komt de Pearl. Daar is ik al. Het gaat hard. Het gaat hard. Kijk, want dus nu zit er dus ook al een hele rolluik in. Het gaat hard. We zijn ook aardig verder met de tegels, schat. Mm-hmm. Want volgens mij zijn ze al bezig met tegels daar al helemaal. Ja, inderdaad, ja. Kijk dan, een mooie boog. Een hele glazen pui al in. Nou ja, glas, maar een pui er bijna al in. Maar nog niet van glas, maar... Onderaan. Jawel, maar je ziet al wel de opening. Zo gaaf. Nou, en we mogen dus nou niet verder als dit. Dus we moeten gewoon weer terug. Ja, dus we gaan... Kijk, en hier is het ook al een stuk... Kijk, dat zeg ik. Het is ook een heel leuk klein en een klein doorgangetje ook, hè? Het is een heel leuk klein doorgangetje. Even kijken of ik een beetje kan filmen. Hoe het hier eruit komt te zien. Nou, ik kom niet verder als dit. Ja, ik kan wel, maar ik doe het niet. Nog niet. Maar hier komen dus ook dus de waarschijnlijke wc's. Maar het wordt wel mooi hiervan, mensen. Ja. Ja, in met de lift. Bij jou, naast jou, achter jou. Oeh. Ja, en nog je haar even doen vandaag. Wat? Een waar? Een ouw? Ja, ouw. Ro en Ro, die zit weer wat, hoor. Ouw, ja. Jij kan hier gewoon schaatsen. Ja, ik wel. Wij gaan dus weer richting auto. Auto even inladen. En dan gaan we daarna weer naar huis. En deze persoon die wil een lege accu hebben, denk ik. Wat? Hè? Ja, dat bedoel ik. En dat is dan een lege accu, hoor. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Het wil wel dus een lege accu. Kijk. Het is nou leeg. Bijna hier. Even een rondje van de zaak. Autosleutel zat. Kan ik de auto even open doen? Dan kan ik de achterklep open. Achterdeur, achterklep. Open doen. Voor je. Ja. En dan ga ik zo meteen de kar even wegbrengen. De kar is even aan het wegbrengen. En ik zie dus dat hier dus in de mediamarkt pick-up point komt. Ja, ook een hele handige, toch? Weet je die ook vast gelijk? Drie parkeerplaatsen voor de mediamarkt.
erg handig. En Rodi zit al in de auto. Zo, kijk eens, schat. Een muntje. Dank je. En daar komt dus, schat, daar, waar de Mediamarkt staat, Mediamarkt, ja. Daar komt dus een pick-up point. Zo, lady, beauty, lovely. Hey, nee, zitten? Nee, wil niet. Kratje toch al, scheelt weer. Wie wil er op balkon? Wie? Lady Bourgon? Voor, kom. Niet? Nou, dan niet. Wie gaat zo hoog? Wie? Ja, die moet toch ook nog even gedaan worden. Oké, doe ik die. Oké, ga ik die even alvast omhoog. Ga ik even naar achteren. Lof, ga eens hoog. Open doen. Lady, kom. Hoog. Balkon, kom. Lady, kom. Hoog. Hoog. Dat was mijn deur. Nou ja, niet was. Hij kan aardig wat hebben. Zo. Toen waren we alweer bij thuis, hè? Nou, hoe mooi heeft hij geparkeerd. Mooi, hè? Ja. Nou, ik ga even kijken wat er allemaal schoongemaakt moet worden. Ik ga even een lichtje aandoen. Ja, ook een handige. Kom, hartstikke idee. Hola, die. Die kan daar naartoe. Die kan weg. Die zijn dan schoon, dat is schoon. Dus dat moet gewoon even in de kast. En die moet ik ook weer even anders opnieuw in gaan delen, mensen. Echt. Het ziet er weer nergens. Het ziet er gewoon niet uit. Echt niet. Nou ja, Rodi zit nu daar. En namens de dieren willen wij jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zien we jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel en tot morgen weer. Hoi.